We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot en met morgen 13 mei. De weersverwachtingen voor geheel Suriname zien er als volgt uit. Aan het begin van de avond is het overwegend bewolkt met enkele lokaal lichte tot kortstondig matige onweersbuien, voornamelijk in het binnenland. Naarmate de avond vordert, zullen de buien geleidelijk afnemen. Aan het eind van de avond zal er zich plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen. Zaterdagmiddag is het lokaal tijdelijk bewolkt met enkele lokaal lichte regenbuien. Naarmate de dag vordert zal er een toename zijn in de bewolking, gepaardgaande met verspreide lichte tot matige buien, soms gepaard met onweer en of windstoten. In het westen en noordoosten van het land mogelijk kans op enkele kortstondig zware onweersbuien. De wind varieert uit het noordoosten tot oosten met snelheden die oplopen tot 30 km per uur. In de districten Paramaribo, Wanica, Saramaka, Koroni, Nikeri en Para zullen in de middag perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten, terwijl er in de nacht tijdelijke bewolking zal zijn. Marowijne, Kommewijne, Brokopondo en Sipaliwini zullen door de dag heen bewolkt zijn met onweersbuien. In het hele land zijn er temperaturen die variëren tussen maximaal 31 graden en minimaal 20 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen in het westen en noordoosten van Suriname matige tot zware onweersbuien worden verwacht die gepaard gaan met windstoten.